Leuk dat jullie weer kijken. Ik zit heerlijk buiten, want het zijn de eerste zonnestralen van vandaag. Dus ik dacht, perfect. Bovendien is het binnen een beetje druk. Het is etenstijd, dus er zitten er vier aan tafel. Maar ik wilde heel graag vanavond al jullie wat meer vertellen over onze voorbereidingen. Vanavond om 7 uur hebben wij een heel leuk Skype groepsgesprek. En gaan we voor het eerst andere teamgenoten van de training zien, maar ook onze teamleiders, dus daar kijken we wel erg naar uit. De oudste twee mogen iets langer opblijven, beneden blijven. Zodat ze ook gewoon de gezichten zullen zien waar ze straks bij gaan wonen, omheen gaan zijn. We proberen de twee jongsten dus voor 7 uur op bed te krijgen. Meestal liggen die pas 7:30 op bed. Dus we zijn benieuwd of ze het gaan pikken dit keer, maar we gaan ons best doen. Vandaag wilde ik eigenlijk twee vragen beantwoorden. Afgelopen weken kregen wij best wel veel vragen om ons heen van mensen. Ook via de e-mail en de website. Waar Albanië nou gebleven is. Waar we afgelopen jaren ook met ons gezin bezig zijn geweest. Op reis zijn geweest naar Albanië en Kosovo. Om te kijken of er daar deuren open gingen. Of er een project was of een organisatie waarbij we konden aansluiten. Albanië is echt niet helemaal van de kaart. Alleen op dit moment staat het een soortje in de vriezer. Albanië en Kosovo hebben het dan over. Vorig jaar mei zijn we er als gezin geweest, ruim 2 weken. En toen ontdekten we eigenlijk dat er een aantal dingen die we hadden verwacht niet gebeurden. Niet doorgingen. Toen ging er een hele mooie kans open om bij een team aan te sluiten in Kosovo. We zijn daardoor, door die ontmoeting toen met dat team, met dat gezin, zijn we met Frontiers in gesprek gegaan, een Nederlandse organisatie, zendingsorganisatie, om te ontdekken wat is het voor organisatie, kunnen wij via hun uitgezonden worden om het team in Kosovo te gaan versterken. Er zijn verschillende ontwikkelingen toen geweest het half jaar daarna, waarbij we hebben besloten om niet verder te gaan met Frontiers. En het team in Kosovo is op dit moment ook bezig met andere plannen. Dus daardoor was het voor ons ook wel een bevestiging van oké, nu in ieder geval eventjes niet. Wat dan? Toen merkten we dat we eigenlijk heel erg behoefte hadden aan training, aan coaching. En vandaar dus ook deze stap met Iris Global. Albanië en Kosovo is dus zeker niet verleden tijd. Alleen op dit moment staat het een soortje in de vriezer. Maar zeker niet de relaties die we daar hebben, de vriendschappen die we daar hebben, de prachtige mensen die we daar kennen en ons hart ligt daar ook echt. En ook de hele leuke mensen die we bij Frontiers hebben ontmoet, die zullen we blijven spreken en ontmoeten, want het wereldje hier in Nederland is ook gewoon heel klein, het zendingswereldje. Ja, we zijn heel dankbaar voor de ontmoetingen daar en we zijn echt heel benieuwd hoe God ons gaat leiden de komende jaren en of dus ons pad ook echt daadwerkelijk naar de Balkan toe gaat. We wachten af. Een andere vraag afgelopen weken is, hoe zit het met jullie financiën? Hoe gaat het? Hoe kunnen we jullie ondersteunen? Het was even afwachten om het plaatje rond te krijgen. Wat de hele training komende 3 maanden gaat kosten voor onze kinderen, voor ons gezin. De reiskosten, verzekering, huis, alles. We hebben het plaatje nog niet in volle details zichtbaar, dus we zijn er nog mee bezig. Maar wat we nu weten is dat we ongeveer nog €4.000 nodig hebben om de training te kunnen betalen en een aantal overige kosten. Dus mochten jullie ons willen ondersteunen, dat zou echt super zijn. Dan zonder jullie en zonder mensen om ons heen die ons financieel ondersteunen, kunnen wij ook daadwerkelijk niet op reis gaan. En daarmee is het heel erg leuk, want daarmee ga je eigenlijk ook samen op reis. En doe je zo'n reis, zo'n zendingsreis en ook voor de toekomst, ga je ook samen op pad. Niet als gezin alleen, maar met iedereen die achter je staat, om je heen staat. Dus als jullie meer details willen weten, dan staat op onze website Pieter and Marieke, staat er meer informatie onder het kopje financiële steun. En je kan altijd een vraag stellen hieronder of stuur ons een e-mailtje. We horen graag van je en tot de volgende keer. Doei!